Ik ben hier bij de Rij Amsterdam en ik praat hier met Paul Riemens. Hij is sinds negen maanden directeur van de rij. En daarvoor zat hij ook op eenzame grote hoogte. Want wat deed hij toen? Ik was uh, baas van de luchtverkeersleiding op Schiphol. Ja, dus hij deed gewoon alles van. Hij kon echt gewoon elk vliegtuigje okay. aanwijzen en meteen zeggen van wat dat was. Maar je deed ook internationaal wat. Hè? Ja, ik was president van de Wereldkoepel, uh, alle luchtverkeersleidingsorganisaties bij elkaar, op de hele wereld. Ja. Dus hij deed 60 vliegtuigen per jaar en toen dacht hij, ik moet eens een keer iets nieuws. En wat ga je dan doen? Dan wordt hij directeur van de rij Een hele hoop vierkante meters bij elkaar. Waarom heb je die overgang naar de rij gemaakt? Nou, ik ben uh, eigenlijk uh, verticaal omhoog gegaan in, uh, in uh, laten we zeggen, de, de industrie. En uh, op een gegeven moment had ik zoiets van: uh, ik heb nieuwe inspiratie nodig, uh, verbeelding, andere werelden, andere netwerken, uh, business doen. Uh, met een snellere uh, manier van, uh, van innovatie, sneller snellere manier van naar de markt toe gaan. En ik moet zeggen, dat is tot op heden uh, het geval geweest. Ja, dus hij ging gewoon op Amsterdam, is hij neergestreken op een paar vierkante meter. Hè? Dus een, hoeveel nou, vierkante uh, meter heb je? 110.000 vierkante 110 meter. 110.000 vierkante meter, maar vergeleken bij de wereld is dat dus echt een heel klein stukje. Oké, okay, Waarom was jij geschikt om als luchtverkeersleider van een internationale koepel om de rij te gaan leiden? Nou, ik, denk te, ik heb daar lang over nagedacht. Ik wilde een bedrijf hebben wat complexe operaties heeft, complexe logistieke processen. En waarbij, want die kende je wel, ja. Want die ken ik erg goed. En uiteindelijk mijn creativiteit en, en mijn eigen innovatieve vermogen aan te wenden voor business doen. Kijk, okay, nou daar, bel ik hem, daar praat ik er dus even bij en bij. Want ik wil weten wat een luchtverkeersleider bij een 110.000 vierkante meter, wat die aan innovatie gaat doen. Wat, wat, wat heb jij nu, je bent hier nu negen maanden, hè, dus meer dan 200 dagen. Wat, wat ga je aan innovatie doen bij de rij? Nou, ik denk dat de belangrijkste uh, rol die ik voor mezelf zie is om in de organisatie een atmosfeer aan te leggen uh, waarin mensen uh, zelf het gevoel hebben van dit kan beter, dit kan anders op basis van wat ze in de samenleving zien. Mm -hmm. En vanuit die drive, vanuit die energie die al die mensen hebben, want als er één ding opgevallen is, is de enorme energie uh, die de mensen hebben, om die aan te wenden, om anders denkende. Andere mensen te ontmoeten om tot hele andere arrangementen te komen voor de rij. En daarmee het bedrijf gewoon echt totaal te vernieuwen. Yeah. Oké, okay, en je zegt dus eigenlijk, in plaats van hiërarchisch, wil je dus het, de zelfsturing van mensen zelf gaan bevorderen. Hoe zit dat eigenlijk in die verkeersleiders? Is dat een hiërarchische organisatie of zijn dat allemaal professionals die nogal hun eigen bootjes aan het doppen zijn? Nou, het laatste, maar dan wel binnen hele duidelijke processen. Ik, ik denk dat die organisatie onvergelijkbaar is met de RAI. Ik denk dat hier een enorme energie zit om vanuit zichzelf uh, dat te doen. Alleen het aanboren daarvan, dat is uh, nog even een uitdaging. Dus in ieder geval, die, die overgang wil je maken van hiërarchisch naar zelfsturing. Hoe gaat het met de rij trouwens? Nou, het gaat erg goed met de rij. Als je hier nu naar beneden loopt, dan zie je de Masses of, uh, of Luxury. Uh, mooi wat daar uh, gebeurt. Uh, elke week is anders. Uh, alleen al in zijn aard uh, en de events die er bij de rij zijn, is het al heel divers. Dus wat mij betreft. Hoe gaat het met omzet, uh, omzet, Een aantal bezoekers en de groei? Nou, de meeste titels die groeien nog steeds. Elk uh, jaar, als ik dat uh, zo hoor, uh, gaan we weer een tandje verbeteren. Uh, ook qua revenue. Ik moet wel zeggen dat een heleboel ook geïnvesteerd is. Kijk om je heen wat je hier ziet. De afgelopen 15 jaar zijn natuurlijk fantastische uh, dingen gedaan en bewerkstelligd door mijn voorganger. Dus volgens mij moeten we die lijnen uh, met name doorzetten. En ik denk dat voor de komende 10, 15 jaar innovatie. Echt van key importance is. Oké, okay, nou overal in alle wereld is digitale innovaties belangrijk. Hè? Dus we hebben de beurzen en de evenementen en daar zit voor, tijdens en na. Zit eraan, nou daar zitten hele duidelijke digitale componenten in, want voordat je naar zo'n evenement gaat, moet er ook gebeuren tijdens en na. Heb je al wat dingen gezien dat je zegt van nou, ik, ik heb over de hele wereld gereisd. Dat vond ik nou leuke dingen die ik bij anderen heb gezien, die ik ook ga introduceren volgend jaar in 2017. Nou, ik, wat mij opvalt is dat in de verschillende culturen in de wereld de mensen het totaal anders doen. Een cultuur begrijpen, of een industrie, of in de terminologie die we nu hanteren, een community begrijpen dat is het moeilijkste wat er is. En daar vervolgens op inspelen dat je waarde toevoegt aan zo'n groepering rondom een bepaald thema. Mm -hmm. Ik denk dat uh, de raai in die zin aan het verschuiven is van fysieke meters verkopen en de fysieke ontmoeting ondersteunen, naar het begrijpen van de community, daarop in te spelen. En inderdaad, zoals je zegt, niet alleen maar rond een bepaald event, maar eigenlijk in een continuum inspeelt op wat zo'n community nodig heeft. En de digitale wereld, waarbij je dus een digitale ontmoeting hebt, wordt daar een hele belangrijke component bij. Okay. Dus innovatie van de vierkante meters, in, uh, ontmoetingen naar de digitale en permanente begrijpen van communities. Nou, veel succes. We komen in 2017 nog eens even kijken wat er is. Oh, by the way, wat rij je? Tesla. Heel goed. Ik